U kijkt naar het video -weerbericht van Weerplaza. Veel bewolking boven Nederland, maar die wolken dat zijn hoofdzakelijk sluierwolken waar de zon nog wel regelmatig doorheen schijnt. In de aanvoerrichting liggen nog altijd wolken voor ons klaar, en dat betekent dat het weerbeeld voorlopig niet echt gaat veranderen. Uiteindelijk komen we in een gebied met wat meer opklaringen terecht, dat zal in de loop van de nacht gebeuren, en dan aan het eind van de nacht nadert de bewolking die nu nog boven de oceaan ligt, en dat betekent dat we te maken krijgen met inderdaad dikkere wolken en morgen ook wat regenval. Maar zover is het nog niet. Eerst hebben we de avond voor de boeg met een gemengd beeld, wat opklaringen, maar ook veel sluierwolken en een temperatuur van een graad of 8. In de nacht gaat de temperatuur langzaam omlaag tot een minimum tussen 4 en 7 graden. De wind in het binnenland neemt iets af, langs de kust later weer wat toenemend, daar zuidelijk en krachtig windkracht 6 en de bewolking wordt in de loop van de nacht geleidelijk aan ook dikker. Tegen de ochtend is de bewolking in het zuidwesten al vrij dik. Daar gaat het dan ook vrij snel regenen, maar in het noordoosten is het nog lang droog met ook nog wat zonnige momenten. Daar staat dan tegenover dat het aan het eind van de dag in het zuidwesten weer wat begint op te klaren. Nog steeds heel zacht met een temperatuur van 11 of 12 graden en een matige tot krachtige wind uit een zuidelijke richting. En de dagen die volgen laten een wat wisselvallig weerbeeld zien. Met woensdag over het algemeen droog weer in het oosten en zuiden. Nog een paar buien in het noorden en langs de kust. Er is regelmatig zon. De wind stelt niet veel voor. En de temperaturen liggen zo rond de 11 graden. De dagen daarna is het 9 graden. Met donderdag een regenzone die overtrekt. Eerst in het oosten wat opklaringen, later juist in het westen. Vrijdag een paar buien. Ook dan ruimte voor de zon tussendoor. En de lange termijn laat zien dat de temperaturen toch echt niet naar beneden gaan. Ja, de eerste dagen uiteraard. Dan zien we een daling van de maximumtemperatuur. En daarna zitten we zo tussen de 7 en 10 graden. En de nachten worden een fractie kouder. Mogelijk dat we weer eens een keertje in de buurt van Nachtvorst komen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.